kan toch niet meer wensen. Deze beelden leken er even niet meer te komen. Afgelopen maandag kondigde opa Wim namelijk aan dat hij niet meer durfde te fietsen. Hierdoor zou hij zijn dagelijkse uitstapje naar de Efteling niet meer kunnen maken, die hij al ruim 30 jaar maakt. Ik heb het er ook moeilijk mee. Het is, Dit verdrietige nieuws bleef niet onopgemerkt en er kwam hulp van alle kanten. Zo kreeg hij een scootmobiel. Goeiedag. Ja. We komen hier over rassen met een... Ja, ik heb het in de gaten. Yes. Een nieuwe scootmobiel. Hij mag iets houden. Ja. Nee, maar hij weet al hoe die werkt. Dus, En hij werd persoonlijk naar de Efteling gebracht. Goedemorgen, zeg. Hallo. Hey. Ik ben je chauffeur vandaag. Oh, daar ben ik hier blij mee. Wim kan nu dus weer naar zijn favoriete attractiepark. En hoe hij dat vindt? Geweldig. Dit had ik niet meer verwacht. De Efteling is mijn lust en mijn leven. Dat houdt me in het leven. Een ritje in de pagode mag niet ontbreken, maar zijn echte hoogtepunt is het zien van de medewerkers. Hij ziet het al. Ja. Hè? Ja, oké. Ook Kruid Vergani, hè? Efteling zonder opa Wim, dat is eigenlijk geen Efteling, hè? Als er nieuwe collega's binnenkomen, dan zeggen we ook altijd, nou, dit is opa Wim. Die mag altijd mee, maakt niet uit hoe druk het is. Als hij 6 rondes wil, mag het ook. Daar doen wij niet moeilijk over. Nee. Ja, altijd grappen, hè? Ja, zeker. Ja, als een petje zo. Ja. Hoe gelukkig bent u nu op een schaal van 1 tot 10? Nou, dan kan ik dus zeggen 10. Ik kan gerust zeggen 10, ja. Ja. Dat ben ik.